Mijn naam is Roy Maar, 26 jaar oud, passie voor geiten. En samen met mijn collega rijden wij het land door om geitenboeren te begeleiden en adviseren in hun opfok. We staan hier vandaag op geitenmelkbedrijf Mooi Mekkerland. We adviseren onder andere in een stukje voeding, huisvesting, klimaat en een stukje management. Omdat de geitensector een jonge sector is, zijn we nog niet uitontwikkeld. Maar liggen ook nog veel ontwikkelingen in het verschiet. Er is jarenlang weinig geld geweest om deze ontwikkelingen waar te maken of te proberen op te bedrijven. Zo is er nog veel ruimte voor optimalisatie. Twee punten die belangrijk zijn. Duurzame melkheid, dat begint al bij de biest. En een stukje klimaat, dat zijn twee punten die steeds weer naar boven komen. Waar nog veel te halen is, waar wij als Pure Breeding de geitenboer willen adviseren en begeleiden. Ik zie de geitenmarkt als nog steeds een groeiende markt. Enerzijds zien we consumenten in het schap, doordat men steeds bewuster en gezonder wil gaan eten. Anderzijds zie ik dat als vertegenwoordiger ook op de geitenbedrijven die steeds groeiender zijn. Een hogere productie, maar steeds een goede gezondheid van de geiten. Dat betekent voor mij als lammerspecialist ook dat de opfok daar aan hogere kwaliteitseisen moet voldoen. Ja, de rundveemechanisatie vakdagen is voor ons een mooi moment om in contact te komen met geithouders. Zowel nieuwe als bestaande klanten willen we graag van informatie voorzien. En we willen ook graag geluiden vanuit de markt horen en daarmee een stukje innovatie te kunnen ontwikkelen. En laten zien wie wij zijn als Pure Breeding. Ik zou willen zeggen aan alle geitenhouders, zorg goed voor je lammeren, want uiteindelijk is dat toch de toekomst van je bedrijf.